dit is Johan. Johan is een gewone man. Maar van binnen voelt Johan zich een schildpad. Mensen zeggen vaak, Johan, wat ben jij langzaam. En dat klopt. Ook Johans vrouw vindt hem bijzonder langzaam. Johan is heel lief, maar ontzettend traag. Als we bijvoorbeeld een keer naar de bios gaan, dan moeten we 's ochtends vertrekken voor de film van 8:30 's avonds. Johan heeft een baan als receptionist in een hotel. Zegt u het maar. Een eenpersoonskamer graag. Ja. Even kijken. Na een bezoek aan de dierentuin 2 jaar geleden veranderde er iets voor Johan. Ik zag toen een schildpad en toen dacht ik... Ja, dat ben ik. Johan leidt aan wat wij het transturtelisme noemen. Dat wil zeggen, hij is een mens, maar hij voelt zich een turtle, een schildpad. En dan is er eigenlijk maar 1 oplossing en dat is opereren. 3 maanden later is het zover. Door een team van artsen wordt het lichaam van Johan vervangen door het lichaam van een Australische reuzenschildpad. In een speciale dierentransportwagen wordt Johan weer naar huis gebracht. Het is wennen, zeker. De Johan die ik ken is er niet meer. Maar ik heb er wel een hele lieve grote schildpad voor teruggekregen. Ik ben nu echt een schildpad. Nu klopt alles. Ja. Johan, nou heb je alweer op de grond gepoept, hè? Ja, ik moet wel steeds zijn keutels opruimen, want hij kan natuurlijk niet meer naar het toilet. Maar hij is gelukkig. En daar gaat het om. Het is even wennen, maar Johan is nu eindelijk zichzelf in zijn nieuwe leven als schildpad.